Deze keer ben ik bij Frans van Meers, 77 jaar. Frans is in hart en nieren avonturier. Hij heeft namelijk de opleiding gedaan bij de Iceman in Amsterdam. Klopt toch precies, Frans? Dat klopt precies, ja. 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 Vertel, dus je hebt dan een opleiding gedaan bij de IJsman? Ja. Nou, ik ben eigenlijk uh, geïnteresseerd geraakt, omdat mijn vrouw, die had via een klant of zo gehoord dat, uh, die had het over Wim Hof. En ze dacht dat het wel wat voor mij zou zijn, dus ik ben, ik ben naar zo'n workshop gegaan. Ik vond dat geweldig interessant, dus... Uh, Wim Hof, dat is de IJsman, Dat he? is dus de IJsman, ja. en... Uh, toen, heb ik, toen ik thuis was erover nagedacht, toen hebben we een cursus gedownload. Die kun je downloaden, een cursus van tien beginnerslessen. Dus daar ben ik mee aan de gang gegaan, thuis, hè, via de computer. En ja, steeds enthousiaster, enthousiaster. En toen heb ik me opgegeven voor de cursus voor instructeur. Wat, wat, vertel, wat houdt het in? Want het is... Een cursus die je zelf gaat doen. Dus ja. dan krijg jij elke keer op je computer een les te zien met de beelden van hoe je ademhalingsoefeningen moet doen. ...hoe je koud zou moeten douchen en hoe je je kunt concentreren of zou moeten kunnen concentreren. Dus dan ga je maar aan de gang met die lessen. En dan moet je op het einde van die tien lessen moet je al een keer tien minuten onder een ijskoude douche staan. Tien minuten? Je begint met secondes en dat bouw je uit. Maar dat is dan gewoon even om te proberen... Hoe je, je? ...hoe je erin staat. Ja. Ja. En toen heb ik me in die tussentijds al opgegeven voor de cursus instructeur. Dus nou, jij was al zo enthousiast ja, dat je dacht: ja. hier wil ik iets mee? Ja, dit vond ik uh, heel interessant. Dit voelde dus, ook goed ja. voor jou? En toen ben ik met uh, module 1 begonnen. Er zijn wel mensen afgehaakt, want dat heb je altijd in het begin. Met en hoeveel en... mensen doe je dan zoiets? Hè? Nou, ik denk dat wij toen uh, mannen 15 waren. Oh toch, ja. En dan moet je op het eind van de eerste cursusdag moet je al in een ijsbad. Dat moet je niet, maar dat mag. als Pieter instapt, gaat er iedereen in. Want uh, zo werkt dat hè, dus uh, heel veel mensen bij elkaar, dat motiveert meer als ja. dat je iets alleen moet doen. Nou, dan heb je in zo'n ijsbad gezeten, ja, dan ben je al helemaal euforisch dat je dat volbracht hebt hè, dan zit je dan een minuut of anderhalve minuut in. En dat is, oh, dat is wel heel koud hè? Dat is behoorlijk fris ja, ja. En toch, toch volbreng je het. Ja. Waarom? Omdat je ook een beetje opgenaaid wordt, natuurlijk, door de groep zelf. Ja, maar ook er, er komt dan zo'n zo zo groepsfeer. Hè? Ja, Met ja. Meer, meer, ze zeggen wel eens ooit, veel, veel handen maken, licht werk, ja. maar Veel mensen samen die kunnen veel meer presteren als één persoon. Ja. En toen ben ik dan uh, ben doorgegaan. Maar de module, dat kwam niet goed uit. Want mijn vrouw en ik gingen naar Canada op vakantie. En die module, die studie, die viel net in die tijd. Dus toen. Uh, had ik eigenlijk met de ijsman afgesproken dat hij mij bij zou spijkeren als ik die cursus in Polen zou doen met de laatste module. Maar bij module 1 vroeg dan Hof of ik zin had om mee de Kilimanjaro gaan te beklimmen. Nou, daar had ik wel oren naar. Hij vond dat geweldig vanwege mijn leeftijd. Hoe oud is hij zelf? Zo 56. 56, oké. Okay. Dat vond hij al een heel prestatie dat zo'n oudere persoon mee die berg opgegaan was. Dus ik heb direct gezegd dat ik er wat zin in had. Ja. Want toen ik 65 was, heb ik, na mijn 65, heb ik er al een stuk of drie, weer beklommen dus. Oh ja? Ja. En toen hij mij gevraagd had, ja? had hij al diverse mensen die al opgegeven hadden voor oh ja. de Kilimanjaro te beklimmen. Dat, er zaten maar twee mensen in, dat was, waar ik er een van was, die die cursus bij hem volgde. Och. En er waren allemaal mensen van, van door heel Nederland, er was ja. ook Belgen bij. Tien mensen, die hadden nog nooit geen ademhalingsoefeningen gedaan. Waarom, gewoon, zijn die, waarom zijn die ademhalingsoefeningen zo belangrijk? Je krijgt door die ademhalingsoefeningen een doorbloeding door heel je lichaam. Ja. Dus veel dieper. Ja. Dus ja, snap, je komt ja. eigenlijk nooit zonder zuurstof te zitten. Ja. Als jij aan het klimmen bent en je zou doorlopen totdat je moet gapen om, om lucht binnen te krijgen, ben je eigenlijk te laat. Ja. Dus dan heb je al geen doorbloeding meer in, in je voeten, in je handen. Ja. Alleen het, het, het lichaam. Ik val jou nou in de reden. Ik heb een keer bij RTL Late Night, ge, was hij ook. En ik was alleen thuis, zat op de bank. En toen deed je die ademhalingsoefeningen. Dat we 28 keer met hem mee moesten ademen. Dus iedereen die daar in de zaal zat, en die Roberto, Tan en ik, de gek op de bank, deed je. En onvoorstelbaar, want dan zei je: en dan gaan we daarna, ben je stil, dan moet je eens kijken. Hoe lang dat je geen ademhaling hoeft te, of niet hoeft te ademen. Mm -hmm. Nou, dat was zo bijzonder om mee te maken. Maar dan krijg je ook alweer dat groepsgevoel. Ja. Dus ook mensen die voor de televisie zitten, maar ook zo'n groep mensen. die kunnen dan op dat moment er adem langer in houden. als ze thuis op een zolderkamertje gaan zitten en ze ja. zouden ermee beginnen te oefenen. Ja, goh. Ja, ja. En, en dat is dus eigenlijk heel belangrijk. Die ademhalingsoefeningen, daar had je het constant over. Dan kun je, ben je tot veel grotere prestaties in staat. als dat je dat niet zou doen. We hebben het ook gemerkt met het klimmen. Er waren mensen bij die dag dat dus ze in de Kalverstraat aan het wandelen waren. Dus het was goed gezegd: probeer je te concentreren. Zet je mindset. Denk alleen maar aan waar je naartoe gaat. Naar boven die berg ook. Dus het is vooral focussen en, ja. en ademhaling gebruiken? Heel belangrijk. Maar in de aanloop naar die Kilimanjaro toe hebben wij dus, waren er zes sessies waar hij dan de mensen leerde ademen. En mijn vrouw die stuurde mij naar één zo'n dag toe, want die zegt: dan leer je die mensen kennen. Daar was ik niet zo in geïnteresseerd, want ik denk, die zie ik daar wel, maar ik heb dat toch gedaan. En daar heb ik toen, eh, we zouden dan een, een wandeltocht hebben die dag. En daarna had het hof besloten om dat op blote voeten te doen, wat ik eigenlijk nooit behoefte heb. En toen heb ik eh, heel mijn voeten kapot gelopen. En hoe, hoe lang was die tocht dan? Ik denk dat we zo tegen de 20 kilometer gelopen hebben. En waarom deed je dat dan? Nou, was de, is de striker, hij zegt, of... toen to, to we terug waren, zeiden: nou zijn we allemaal goed geaard. Dat klopte. Maar ik weet niet of dat lang geldig blijft. Maar in ieder geval, ik had heel mijn voet kapot. Dat zag ik pas toen ik thuis kwam. En Toen heb, ben ik drie weken heb ik niet kunnen lopen. Maar die module 2 die ik in zou hebben gaan halen in Polen, die kwam steeds dichterbij. En mijn voeten werden niet beter. Hoezo gegeven... werden ze niet beter? Die, die, nou, die, die werden niet snel genoeg beter. Want dan ben je heel krampachtig bezig. Want je wilt, je wilt naar Polen. Want ik moest die module 2 doen. En je... je liep al achter. Ik liep achter. Nou, en toen liep ik helemaal achter. Dus toen heb ik dat afgebeld. En toen startte die genezing ook weer veel vlotter, omdat ik dat losgelaten had. Ja. En een week voordat we die, naar die Kilimanjaro zouden gaan, toen heb ik mijn schoenen pas aangekomen. Oh. En toen kwamen die Kilimanjaro aan. Dus, uh... En toen? Ja, dat is was Is toch gelukt? Het is gelukt, maar dat was natuurlijk erg pittig. Want dan moet je behoorlijk diep gaan. Maar ik heb wel, dus door de ademhalingsoefeningen, door concentratie, gewoon kunnen klimmen. In de eerste dagen wel met de aanloop wat langzamer, het werd elke dag een beetje beter. En wij, ik heb met een groep s'nachts geklommen, met negen mensen, en er is er eentje van afgevallen, dus we hebben het goed gedaan. Ja, dan heb je het goed gedaan. Ja. En wat deed dat met jou, dat je het uiteindelijk toch gehaald hebt? Dat was toch wel een kikken, denk ik, hè? Ja, maar ik heb geen seconde getwijfeld dat ik het niet zou halen. Oké. Okay. Dan zou mevrouw me ook niet meer herkend hebben, omdat ik het nooit opgeef. Of er moet iets heel ernstig gebeuren. Maar het is niet zo van, eh, dat ik voor een beetje pijn omdraai. Want... Maar waar komt dat vandaan? Ik geef nooit op. Waar... Ik, eh, ik ben in 1939 geboren, voor de Tweede Wereldoorlog. En wij zijn behoorlijk strikt opgevoed. Ik wil niet zeggen hard, want iedereen die had die opvoeding vroeger. Heel jong werken, hard werken, veel werken. En die het hardste werkte was meest populair. Ja, want waar, waar woonde jij toen? Waar ben jij geboren? Ik kom uit Liemt. Oh, echt, je bent gewoon echt hier? Maar echt een Liemse mens. Oh, okay. ja. Dus uh, de lat werd behoorlijk hoog gelegd als het werken betrof. Vroeger, uh, tegenwoordig 27, is, is je eind nog te jong om te werken. En Als ja. je vroeger 7 of 8 was, dan moest je al werken. En dat was bij jou ook? Ja. Was jij een van de, de kleinere of de grotere uit nee, ik het gezin? Nee, van de vier kinderen was ik nummer drie, dus okay. dat viel me mee. Ja. Wat is er dan dat dat bij jou dan toch iedere keer weer terugkomt in jouw leven? Hè? Ik heb ja, want... al altijd haantje de voorste willen zijn. Ik, heb, ik zie in alles een, een, een wedstrijd. Ja? Ja. Als ik met onze jongens ga trainen ook, dan laat ik ze eerst een tijdje aanmodderen... ...en als ik dan zie dat ze in de buurt komen van geen week aan... Dan probeer ik ze toch altijd naar voren te blijven. Lukt nog steeds. Ja, 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 ja. Maar ja, dat, dat zit er. Dat zit erin. Maar dat was al heel jong als je ging werken. Hè. Vroeger werd je beoordeeld op hoe je, of je goed kon werken. Tegenwoordig is het er niet meer, maar dat was vroeger. Hè. Dus ik werkte bij een transportbedrijf. Klein jong mannetje van 14 jaar. En dan moest je al knokken dat die chauffeur nu zou zeggen, ja, maar ik wil hem niet meer mee, want ja. hij kan niet goed genoeg werken. Ja. Dus je was altijd, al die bijrijders waren dat vroeger bij een transportbedrijf, die al vochten voor de plaats. Ja. Uh, en ook in het gezin, want dan had jij broers boven jou? Of, ik of, had één uh, uh, broer boven mijn zus. Oké, okay. en uh, misschien heb je onbewust tegen je broer opgekeken, dat was ook misschien eentje van aan... Uh, nee, oh, nee, Toch okay. dat was ja. niet zo'n... Misschien uh, in de genen ergens of zo. Ja. Maar ik heb al altijd, uh, ja, wel heel belangrijk gevonden dat ik iets kan of iets, ja. iets wat ik wil dat ik dat kan, kan wil brengen ja, en dat zal dan toch wel in je achterhoofd zijn om goedkeuring te krijgen van kijk eens, heb je het goed gedaan jongen? Ja. Of dit of dat. Schouwenklopje van heb het goed gedaan? Ja, ja, zitten we maar natuurlijk... die deel ze weer niet uit, schouwenklopjes, nee, maar hè? dat je daarna ja. naar hunkerde of verlangde, dat weet ja, ik het kan natuurlijk ook wel, want het is natuurlijk en kikken dat je zoiets ja, doet. Maar ja. het is ook heerlijk om, om ja. dat mensen zeggen, wauw, Frans, ja, ja, jongen, ja, ja. menneke, ja. Zie je nou wel? Ja, oh, natuurlijk. die is goed. hè? Ja, knap. Ja, nou dan kan jou het schillen. Nee, maar ja, dat dus zou wel even, een rol spelen. Ja, maar net was toen ben jij die berg ben je toen opgegaan. En dat ging toch wel goed, maar heb je toen niet opnieuw je voeten kapot gelopen? Nee, nog geen oh, blaadje. Jee. Helemaal niks. Echt niet kapot gelopen. Nee. Want als jij een berg beklimt, is, ligt de snelheid heel laag. Ja. Dus je rent niet tegen een berg. Nee. Die, die, die er tegenop rennen, die komen niet verder dan 50 meter. En dan nee. zijn ze, weer beneden. Ja. Ja, ik heb behoorlijk veel ervaring, want ik heb met mevrouw de Everest beklommen. En we hebben de Trail gedaan. En ik heb er nogal meer beklommen die dan wat lager waren. En dus ik, weet... ik was de moeilijkste dan? De uh, Everest. Ja? Ja, we hebben tot de kamp geklommen. En dat is 17 dagen klimmen. Je vliegt van Kathmandu naar Lukla. En dan zit je op 2800 meter hoogte. Dan ga je stappen. Dan ga je zeg maar morgen naar 3200 meter. Daar blijf je die nacht. Maar dan denk je dat je klaar bent. Als dus je dan om 1 of 2 aankomt. Nee, je zegt dan die gids, wij gaan trainen. Dus dan ga je naar 3600 meter. Daar kom je van terug. En dan slaap je op 3200 meter. aan de racht stijg door naar 36. Slaap je ook weer, oefenen. En ook weer, en zo ga je anderhalve stap, maak je. Hoog klimmen, laag slapen, hoog klimmen, laag slapen. Het is om de, de, om de, te de, de rode bloedlichaampjes ja, natuurlijk ook... Ja, maar ook op, om, 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 om zuurstof te leren. Ja. Die tocht die wij gemaakt hebben, die ging met omwegen over gletsjers, door andere plaatsen. Dus. Maar dat was altijd klimmen. Je had een dag dat je heel een dag moest klimmen. En dan had je een dag dat je moest dalen en denken, hoe kom ik nou ooit in bergen op? 17 dagen zeg, want je ja. hoort ook wel eens... Dat mensen dizzy worden in hun hoofd hè? of uh, ziek Wij hebben worden, heel veel mensen gezien die uh, teruggebracht werden, mensen die bewusteloos raakten, maar die gaan dan te vlucht klimmen of uh, helemaal ongetrainde lichamen. Had je, toen, nee, had je dit nog niet, je ademhalingsoefeningen? Die zou nee, we... die had ik nog niet. Want dat zou jou wel geholpen dat hebben extra, me, hè? Dat zou we ons een stuk geholpen hebben, ja. Ja, ja. ja. Maar we hebben het allebei bereikt, ja. ja. En in Peru, daar heb je het ook gedaan, maar dat was het heel anders. In Peru hebben we de Trail gedaan en die is dan, die was, ik denk, 5000 meter, zoiets. En uh, ja, daar ging het ook beter, want ik heb de gidsen uh, af en toe meegenomen die me niet bij kon houden. Ik zei: <laughs> volg mij maar. Ja, echt waar, ja. ja. Ja, Ik heb ook heel wat mensen mee naar boven gepraat, want als je iemand dan moed inspreekt en ze hebben het die dag bereikt naar het volgende kamp. Dan zie je op een gegeven moment dat ze heel goed kunnen gaan klimmen, hè? Dan, 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 dan krijg je ze, ja, zijn ze zijn ja, ze overeen. Ja, ja hè? Dan een schouderklopje, en een ja. zie je wel deed kunt. Maar jullie zijn wel echt getrainde mensen daarvoor om zo'n zo'n. Zo nou, we waren geen getrainde bergbeklimmers, maar ik denk als de basisconditie van je lichaam goed is, ja, dan, dat, je, dat je wel een wel kans maakt om tegen een berg op te komen, dan dat je ja. nooit niks doet. Nee, dat is waar. Ja, en te dus, en te zwaar bent, hè, dat je te veel ja, ja, ja. vet mee moet ja, nemen ja. Ja. om het zo maar te zeggen. Hey, kilo's, Frans, maar, kilo's, ja. ja. Dus ik ben van die Kilimanjaro thuisgekomen toen en toen ben ik naar Polen gegaan en daar was het veel erger dan de Kilimanjaro. <laughs> ja, echt waar? De eerste dag marcheer je twintig minuten in een kort broekje met een bloot bovenlichaam door de sneeuw en dan moet je in een waterval elke dag ik denk dat het water daar, ja, zeg maar tussen 0 en 2 graden boven 0, of misschien tussen... Waarom? Of 2 Waarom? graden onder 0. Waarom? Ook weer om... Om die innerlijke hardheid te krijgen en het gevoel te krijgen als je in een ijsbad gezeten hebt. Dat is gewoon zalig na de rand. Je weet niet wat, wat er met je lichaam gebeurt. Het is... Bij mensen is het allemaal verwend, behalve hier, want hier staat de kachel maar altijd op 17. Maar de meeste mensen staan die op 20 of warmer en dan hebben ze het nog allemaal koud. Dus dat moest elke dag. En wij waren daar met 43 studenten. En die uh, moesten allemaal een uh, presentatie geven van 20 minuten. Dus dan kom je eigenlijk op een dag maar aan 6, 7 mensen. Ja. Want er zijn nog andere dingen die je moet doen tussendoor. Want dan was, was het ook nog wel eens ooit, als we een beetje vroeger klaar waren. moesten we weer allemaal naar die waterval. Uh, een uur lopen op en neer. En dan moesten we weer naar het ijs. En, wat, dat... en, en die, even over die presentatie, waar ging die van jou over? Toen heb ik het verhaal verteld van mijn voeten, hoe dat gegaan is. Oh ja. Waar de heer Hof ook bij zat, natuurlijk. Ja, dat ik ook nog ruzie kreeg en onderweg met een tak, want ik had ook mijn grote teen gebroken. Dat vond ik pas uit toen hij hier dik en blauw was. En toen ben ik begonnen met die Hofmethode, die ademhalingsoefeningen. Wij hebben ontzettend veel mensen, ik weet niet of ik dat mag zeggen, in onze praktijk die de ziekte van lijm hebben. Oh ja. En de ziekte van Nijm, dat wil zeggen, iemand, als iemand ziek is, is hij altijd verzuurd. Wat je ook voor ziekte hebt. Ja. Dus als je die, adem die mensen die ademhalen zoekvindingen kunt leren, en je kunt het lichaam basis maken, dus dat ze niet meer verzuurd zijn, is dat ook geen grond voor een ziekte te krijgen. Nee, klopt. Als jij niet verzuurd bent, dan Op kan ik zo verkouden zijn als ja. ik wil, en dan kan ik bakkeren in jouw gezicht spreken, of er kan niks met jou gebeuren dan. En is het alleen puur door ademhaling? Want ik wil alles weten dan. Niet alleen puur door ademhaling, maar ook door koude techniek. Want door koude techniek, als je iemand regelmatig of elke dag in zijn leven in zou passen, die koud doest. Dan krijgt hij die innerlijke hardheid, maar hij maakt door in contact te komen met kou ook bruin vet aan. Er zijn mensen, mensen hebben allemaal vet genoeg, maar het is verkeerde vet. Maar als je bruin vet aanmaakt, dan kun je warmte uitgenereren. Dus okay. je kunt je lichaam ook automatisch warm houden. Die ijsman die heeft laten zien dat hij anderhalf uur in een ijsbad zit en dan blijft zijn lichaamstemperatuur hetzelfde. Omdat hij zoveel bruin vet heeft dat hij zijn lichaamswarmte kan sturen. Ja. Dus ik kan nu bijvoorbeeld onder een douche staan en ik kan mijn lichaamswarmte behoorlijk sturen. Als ik nu een koude rug heb en ik beeld me in of ik concentreer me erop, dan kan ik mijn rug warm maken. Jeetje. Dus die is heel belangrijk, maar voor de mensen met lijm en ook andere ja. ziektes. Maar voor lijm zou het geweldig zijn als je die, die ademhalingsoefeningen kunt leren. Want als je lichaambasis is, niet verzuurd, dan, is er, dan kan een bacterie niet overleven. Die kan alleen maar overleven bij zieke mensen die ja. eigenlijk al ziek zijn zonder dat ze. Het zonder, dat ze, zonder iemand weet dat ze ziek zijn, laat ja. ik zo zeggen. En natuurlijk voeding ook, hè? Natuurlijk. ik denk dat er wel tegenwoordig wel een tendens is van zo gezond mogelijk leven. Ja. Maar ik denk, hoe verder dat je van het gezond zijn afstaat, hoe eerder dat je dan ook een ziekte op zult lopen. En door ademhalingsoefeningen zou je dan beter, ja, en daar kun heb je toen, beter in balans blijven. Ja, daar eigenlijk. heb ik toen dan ook mijn uh, presentatie over gehouden. dat het voor mij heel belangrijk was dat ik dat in mijn praktijk toe kan passen. Dat was wel interessant voor ja, iedereen. Ja, dat was interessant voor iedereen ook. En ook weer een, misschien wel weer een hele nieuwe Idle inzicht, een ja. nieuw inzicht voor al die mensen. Ja, ook ik, heel leerzaam. Ja. Want er zat er ook die medestudent van mij, die dan ook de kilomensiaal gedaan heeft. Die oh. heeft zelf lijm gehad. Die hebben we ook met de brancard van de berg de laatste dag af moeten dragen, ja. een stuk. is wel weer opgeknapt, dus heel kort op, na zijn ziekte heeft hij toch nog er zijn toch nog na weer dat hij nog niet... Uh... Dat is ja. zo vreed, zo'n ziekte, hè? Ja, 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 ja. Goh. Ja, jonge man. Wat zei nou zo'n uh, zo Wim Hofman dan? Uh, wat, wat zei die nou toen hij, uh, daar hoorde je jouw voeten zo kapot hadden? Hij lacht alleen maar. Echt waar? Zei... Nee, ja, ja. Hij is niet bij me gekomen en zei hij, nou, Frans, sorry of zo. Nou, dat, dat verwacht ik ook niet. Daar zat ik nee, ook niet op te nee. wachten, maar uh, ja. Maar ook helemaal geen... Hij ja, had wel gedacht, dat is wel een harde dier, want ik heb daar nooit over geklaagd verder. Nee. Goh. Ja. Dus, maar ja, dus jij zit daar nog steeds. Water val in, water val uit. Ja. het ijsbad in. Hoe lang heeft dat geduurd? Wij zijn daar een week geweest, van de 22 e tot de 28ste. Nou, toen mochten we naar huis met de opdracht dat we een scriptje moesten schrijven. En die ligt hier. En die ligt daar. En die, wel... ligt, die ligt ook bij Innerfire, dus dat is dan de organisatie van uh, dat gebeuren. En ik denk dat die ijsman, wie wil zoveel mogelijk mensen opleiden die uit kunnen dragen wat hij al ja. eigenlijk een tijd mee bezig was, maar hij stond alleen. En nou, ik denk dat er nou in totaal, als deze groep zou slagen, zijn er toch in België en Nederland wel 120, 130 instructeurs zo. die je dus dat. En daar kun je dan bijvoorbeeld een workshop daar gaan doen. Ja, vonderen, je, zou of workshops, iets, of... je zou er ook lessen in kunnen <laughs> geven om mensen op te leiden van instructeur, maar dat ja, maar dan moet dat, dus dat ook een... mij niet zo. Nee, nee. Ik vind het wel interessant workshops te geven en in de praktijk mensen ermee te proberen te helpen. Ja, en zeker zo die ademhalingsoefeningen. Ja, gezondheid gaat boven alles, hè? Ja. Maar heeft het jou nou opgeleverd, jouzelf? Voel jij nou ook, ja. omdat je dan zo'n sportman bent eigenlijk, en van alles al gedaan hebt, wat is nou de meerwaarde van en zo diep gaan, maar ook die ademhaling? Als ik s morgens uit de kou een douche kom, ja. En ik sta me te scheren of mijn tanden te poetsen, ik, ik, ik zing en ik fluit altijd, maar dat doe ik nou nog meer. En ik voel me gewoon lekker. Ik voel me echt, ik ben s morgens fit. Ja? Ja, ja ik voel er me heel goed bij. Ja. En je slaapt ook beter? Of je hebt altijd niet goed geslapen? supergoed, ja. Maar ik slaap zeker niet slechter. Ik denk wel beter, ja. ja. Ik voel me er goed bij. En het en... is ook nog een afvaller, want je wordt toch wel iets lichter door die ademhalingsoefeningen. Ja? Ja. omdat alles beter door bloed wordt. Ja, dus... het, het, het komt allemaal weer aan de beurt. Ja, 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 ja. Ik denk ook wel als je meer zuurstof krijgt in je lijf, dat, dat de cellen, organen, ja. alles functioneert beter. Ja. Dus alles ja. wat je nu nodig hebt aan vet. Wordt ook veel makkelijker uit. Dat is zo, en, en geen verschrompelde cellen. Oh komt ja, er ja, oh. komt natuurlijk overal bloed en overal zuurstof. Dat is heel belangrijk door die diepe ademhalingoefeningen. En die doe je een Bere paar keer per dag? Of wanneer doe je... en ik nou, doe het doe... altijd. S morgens stap ik uit mijn bed en ik ga, ik heb een, we hebben nu ruimte genoeg naar de jongens thuis. Ja? Zijn, naar een lege kamer. En dan ga ik eh, tegen de, de verwarming aan zitten. Die, die is niet aan, dus nee, maar dan, zit je dan begin ik mijn ademhalingsoefeningen te doen. En ik doe ook opdrukken, softjes. Er dus zijn allemaal oefeningen die er een beetje bij horen. Die horen er een beetje bij. Lenigheidsoefeningen, ja. schouderstand, op je hoofd staan en al die dingen. Oh, echt waar, he? Er zijn er bij die ik nog niet zo goed kan, want zo geweldig lenig ben ik niet. Ik kan me het gevoel eigenlijk niet goed meer herinneren toen ik het niet deed. Maar... Je moet het wel bij blijven houden. Sommige mensen zeggen ja, maar dan moet ik ochtends vroeger op. Nou, dat kost je misschien een half uur, maar als je, je daar gezond door voelt. Ja, maar je gaat iedere morgen onder die koude douche staan. Dan elke wil ochtend. Want elke ochtend na mijn ademhalingsoefeningen loop ik recht een douche in en dan zet ik hem op koud en dan ga ik onder staan. En dan sta je gewoon staan. Je ja, ik, uh, je een beetje. Uh, of niet? Onder de koude douche sta je meestal niet stil, dus ik blijf wel bewegen. Dus ik sta er niet onder te dansen, maar ik draai nou, mijn rug natuurlijk. Nou, kunnen wij ook poetsen uh, en ja, zo. En je poetsen en poetsen. Ja, je poetst je eigen ja. en zo, maar niet, uh, je gaat niet in één stand staan, want dan zou je. Ja, misschien, Verstijven ook, misschien te veel koud. koud water op één bewuste plek. Dan zou je tien minuten water op je onderrug hebben, ik noem maar ja. wat. Jij staat er tien minuten onder? Tussen acht en tien minuten, ja. Heb ik denk je dan ook, ook nooit zo dat je denkt, nou doe ik het niet. Ik heb vandaag geen nee, zin Nee, dan ga ik er naar de middag in. Ik heb er oh, je geprobeerd. krijgt een beetje wel een schuldgevoel voor jezelf? Nee, ik kan niet missen. Kan niet missen. Niet? Want mijn vrouw zegt ook wel als ik ga een lekkere warme douche pakken. Dan zeg ik, dan zou ik ook het goed willen. Doe dat dan, zegt ze. Maar als ik dat ga doen, ja? dan moet ik toch koud douchen ja, maar dat is ook niet in, ik kan, Nee, toch? maar ik kan er niet anders uit. Onder warm douche, dat voelt niet meer fijn. Nee? Dat voelt zo, 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 zo niet fris. klef. Ja, klef. Ja, je lichaam is warm en je, je bent al bijna aan het transpireren als je weer je afgedroogd hebt. Ja, dat is eigenlijk van. geen douche, hè? Nee, nee, ja maar ja. Ja, je moet koud water ja. hebben. Nou, ik zal er eens over na gaan denken. Ja. Nou, even een heel ander onderwerp. Want voordat je deze dingen allemaal deed, jij hebt natuurlijk ooit ook gewoon gewerkt of zo, of niet? En veel en hart. Ja, want waar ben je eigenlijk uh, geweest vroeger? Ik ben als jaar, 14-jarige jongen beginnen te werken. Wij hadden thuis vier kinderen. Eén van mijn broers, wij hadden nogal, waren nogal kerkelijk, mijn ouders dus. was vroeger normaal, denk ik, ja. in een klein dorpje, Liemte, ja, een katholiek dorpje. En uh, ik kreeg geen kans om te studeren, want mijn oudste broer die moest priester worden. Dus die ging daarvoor studeren, maar. Dat was ontzettend duur en mijn ouders waren gewoon arbeiders. Een beetje, een beetje boeren erbij en wat grond en dat weet je wel. Maar. Dus dat studeren kwam er bij ons niet van. En toen, is hij, toen ben ik gaan werken en ik ben begonnen op de Bata en Best. Maar dat was niks voor mij. Dus binnenzitten is niks voor mij. Toen ben ik bij een transportbedrijf begonnen en dat Leuk. was mijn leven. Ja. Want dan ben je nooit op dezelfde plaats. Nee. Dus je ja, hebt ook een chauffeursdiploma gehaald? Je ja, je natuurlijk. Ik heb toen als 14-jarige jongen begin je als bijrijder. Ja. Dan heb ik vier jaar bij een bedrijf als bijrijder gewerkt. Dan mocht je af en toe de vrachtauto wel een keer vooruit zetten en achteruit zetten. En dat ken je wel. En toen was ik 18 jaar toen was ik al vrachtwagenchauffeur rekenen met die grote max rond. Ja. Goh. Ja. En dat heb je jaren gedaan. Eigenlijk. Dat heb ik jaren gedaan, ja. ja. Dan is de militaire dienst natuurlijk naar tussen gekomen. Ja. Dan ben ik ook vrachtwagenchauffeur geweest op die grote takelwagens. En dan ga je weer terug in het. Uh, in het beroep wat je kende in die ja, tijd, ja. maar studeren is er niet bij geweest. Maar ik ben wel altijd leergerig geweest, dus ik ben al heel vroeg van allerhande cursussen gaan volgen en ja, ik heb nou wel zoveel diploma's dat ik het hele huis mee kan behangen. Ja, ja. En dat moest allemaal in de weekends. Ja. ja, want het is ja. toch veel uren maken op zo'n vrachtwagen Ja, natuurlijk. ik heb heel lang gestudeerd op Papendal Nationaal Sportcentrum Zo, wel leuk. Hè? En dan ging je dan zaterdags naartoe en dikwijls ook zondags. Ja. ja. En Om die omdat hij toch trok, dat sporten en dat bewegen. Sporten en, en ja, ja. En ja. Ook, ook iets weten en meer weten. Ja. En misschien in mijn achterhoofd, hey, misschien stop ik nog wel eens met het chauffeur. Ja. Dat heb ik wel heel laat gedaan. Ja, want tot hoe lang heb jij op de vrachtwagen gezeten? Nou, ik gezeten? heb uh, in Nederland lang op de vrachtwagen gezeten. Toen heb ik lang bij het Carolus gewerkt om dat eigenlijk af te bouwen. En daar heb ik met de, op, met de eetwagen, moest ik dan naar Boksel rijden, want Ach, ja. de Boksel kookte ze vroeger. Ja. Dus daar zat ik op de vrachtwagen en dan weer in het ziekenhuis en noem maar op. En zo ben ik er geleidelijk van afgekomen. Maar ik heb in die tussentijd ook nog uh, lang in Australië gewoond. Ja, want hoe kom je daar nou terecht in Australië? Maar was jij toen getrouwd of had je toen gezien toen Ik was getrouwd geweest, oh, geweest. Toen ben ik naar Australië getrokken. Had jij uh, ook kinderen en zo? Vijf toen kinderen. Vijf ja. kinderen. Ja, ja. Okay. Zijn, en toen ben jij eigenlijk weggegaan en toen ben je in ja, Australië? Nou, ja, lang volwassen, de oudste is al 54. Dus oh, tel maar uit, ze zijn allemaal oude ja. mensen. Waarom, ben je in Australië? waarom Australië? Omdat me dat uh, altijd getrokken Ik was 18 jaar en uh, mijn kameraad en ik, dus geen vriend, gewoon kameraad. Ja. Dus dan moet je tegenwoordig opletten als je je ja, ja, ja. een vriend hebt. En eh, toen hebben wij. wij wouden samen immigreren. Hij was ook zo'n avontuurlijk, en ik ook. En dan hebben we op een immigratiecursus gezeten. op de Burgerakte hier in Boksel. En dat ging allemaal goed. En, maar vroeger moest je ouders moesten tekenen. onder de 21. Toen hadden we de pech. dat zijn, zijn vader en moeder. die woonden ook in Liemde. en die hadden een taxibedrijf plus een fietsenzaak. En die moeder gestuurd van kanker. Och. En toen tekende die vader niet. Met als gevolg, mijn ouders zeiden: dan tekenen wij ook niet. Oh, wat inig. Dus dat is eigenlijk altijd in, in, in mijn hoofd blijven hangen. Dat is een, een, een droom die nooit vervuld was. Ja. En dan zie je op een gegeven moment een gaatje om dat te doen, dan ga je dat doen. En Tenminste, hoefde, zo heb ik dat En doen. toen hoefde er niemand meer te tekenen. Hoefde niemand meer te tekenen? Maar jij kon gewoon gaan. Ja. En jij dus, hebt daar gewoon tien jaar. Ja. En toen, wat heb je dan toen daar gedaan? Want... Ik ben in Australië natuurlijk getrouwd geweest, 17 jaar. En... Jouw eerste huwelijk, zeg maar, is. Eigenlijk met een Australische vrouw dan? Nee, mijn tweede huwelijk was met een Australische tweede, vrouw. Tweede oké. Okay. Ja. En die, daar ben ik 17 jaar mee getrouwd geweest. En, uh, wij hebben een restaurant gehad, we hebben een milkbar gehad. Een milkbar zegt veel mensen niks, maar dat is met TKW-food. Dus ja. dan bestel je binnen, het wordt ingepakt en je, ja. Ja. je neemt McDowell's mee Ja, zo McDonald's eigenlijk, maar ja. dan, ja, leuk. Ja. Uh, ja. 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 Ik heb daar lang chauffeur ook, ja. Ja. Grote vrachtauto's in Australië. Ja. Hé hey, Frans, maar dan heb je daar ook, met jouw tweede vrouw, heb je daar kinderen gekregen? Dan? Nee, nee, natuurlijk niet. Oh, nee. nee, nee. Oh, dat was van jouw, jouw eerste huwelijk, daar komen jouw kinderen van? Ja ja, 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 ja. En met haar ja. heb je daar gewoon uh, ja, en toen, je leven geleid? En ja, en toen gegeven. zijn we na uh, enkele jaren, want zij had twee kinderen, heb ik opgevoed, zeg maar, mee. En toen die volwassen waren, zijn we naar Holland gekomen. Och. Want zij was echt een Australische dan? Nou, in Nederland geboren, maar wel in Australië als kind. Oké. Okay. En toen is ze gewoon, op een gegeven moment kreeg ze zo'n heimweeg. Er kwamen de kleinkinderen natuurlijk. Oh ja. Want en toen bleef weer... allemaal daar wonen natuurlijk. Oh, ja, ja, ja ze zijn Australië. Niet. En toen is ja. zij teruggegaan naar Australië. En ik ben hier gebleven. Oh, was ook heftig. Ja, dat ja, zijn allemaal fases in het leven. Hè. Ja, erin, toch? He? Want dan ja. moet je een keuze maken natuurlijk. Dan moet je moet een keuze hè? maken, maar je kunt geen keuze blijven maken als je weer een nieuw leven opgebouwd hebt. En, je wou ja. niet meer terug. Toen nee, nee, ik nee, vond dat uh, eigenlijk niet genoeg reden om dan weer alles hier aan de kant te gooien en weer vooraan te beginnen. Ja, want zij moest ook natuurlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, he? ja, ja. Oh, dat is wel dus, heftig uh, geweest. Ja. Goh, ja, dan zit je alleen. Dan zit ik je al wel nou lang hier, hè? Ja. Ja, ja. ja, en toen heb je begin met Monique leren kennen. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Helemaal gelukkig, samen. Ja. Ook in de we, zijn al, we zijn alweer tien jaar getrouwd. Ja, dus, is dat uh, waar? Oh, wel ja, leuk, dus, ja. ja. En dat is een heel sportieve. Ja, dat is een sportieve. Ja. Dus het is ja. eigenlijk wel leuk, want het is eentje die meer op jouw lijn op, op je. Ja, op die staat, staat het als ik gekke de, de, dingen doe, of reizen of trekken of sporten. Ja, daar staat ze volledig achter. Omdat ze het zelf ook leuk vinden. Ja, je hebt wel een heftig leven gehad, denk ik, hè? En nog? Een spannend leven. Een spannend leven. Maar heftig niet, nee. Ik, nee ik, ik vind het wel leuk. Ik kijk nooit op iets terug wat te zwaar of moeilijk was, of zo, dat ken ik niet. Dus, uh, je kunt jou, jouw tegenslagen of jouw verdriet makkelijk langs jou neerleggen. Die kan ik wel een plaats geven. Ja. Ik, ik leef niet in het verleden. Je nee. hebt, hebt heel veel mensen die zijn wat ouder of worden wat ouder. En die hebben het altijd, ja maar vroeger dit en vroeger dat. En we hadden het niet goed thuis. Ik vond dat we het wel goed hadden. Ja. Ja, ik kon niet in de koelkast, want die hadden we geen. En de kelder deed mijn moeder op slot als ze niet thuis was. Maar ik wil zeggen, ik ben toch ook volwassen geworden. En het hoorde ook bij het leven. Ja. Ik denk, ik, ik vond het leven vroeger eng. Eigenlijk, als ik terugdenk, veel spannender, ja. Nou, nou, Anders, nou, nou, nou hebben ja. we zoveel, staan voor de kastdeur en je weet niet wat je zal eten omdat het te veel in ligt. Ja, is ook, ja. ik heb het nooit als een gemis beschouwd, ik, ik ga, zal, je zult mij nooit over vroeger horen praten dat ik het slecht had. Nee, nee. En ik denk toch dat het bij ons thuis behoorlijk Spartaanse toeging. Ja. Het past voor mij ik vond dat leuk. Ja, je bent op, het juiste, ja, ja, ja. op de juiste plek geboren. Ja, vind en, ik wel. Ik hè, vind de uitdagingen vind ik wel. Het ja. hoeft niet allemaal zo makkelijk te zijn. Nee, jij hebt toch de oorlog een stukje meegemaakt? Nee, uh, misschien. Niet zo bewust misschien? Ja, wel. Ik was zes jaar toen was de oorlog afgelopen. Okay. En mijn moeder heeft dikwijls gezegd: dat kun jij niet weten. En dan vertelde ik ze precies wat ik wel wist. Ze ja. zegt ze: hoe kan dat nou? Ja. Ik heb al de oorlogsjaren in een schuilkelder geleefd. Hij zat onder de grond, want zijn huis werd in beslag genomen door de Duitsers. Dus wij hadden ja? op de kopse kant van ons huis hadden mijn vader, mijn vader zat trouwens in de, in de oorlog, maar mijn oom, broer van moeder en opa en oma, hebben een bunker gebouwd, een schuilkelder en daar leefden wij in. Goh. In strooislapen. Ja, het is en dan kropen we door, door, de, door het gat van de, van de bunker, kropen zo via het kelder, konden ja? we zo in ons huis komen. Als mijn moeder er iets moest koken of zo. Waar was er dan precies in Liemde? Ik woonde eigenlijk op de grens van Boks en Liemde. Wij waren het tweede huis wat op Liemse grondgebied stond. Oké, okay, dus het is kort... bij, de bij de A2 eigenlijk? Ja, maar uh... nog voor de viaduct woonden oh, okay. ja. dus, uh, En zijn die huizen, die staan er nog? Die hè? staan er nog en er staat één huis van, dat was vroeger van de Langenberg. En er stond, de, de stal die stond op Liemse grond. <laughs> de grens liep dwars door het huis en het woonhuis stond op Boksers grondgebied. Oh. Dus je had het Duits lijntje. Als je erover ja. was, is het vijfde of zesde huis. Aan de linkerkant wonen wij. Dus daar ben ik geboren. Was dat voor jou nou spannend? Een spannende tijd, die oorlog? Of nee, was heb, heb jij daar ook angstige momenten van nee. meegemaakt? Ik kan me niet herinneren dat ik ooit daar angst over gehad heb. Nee, het nee. was meer allemaal spannend. Omdat ja, het Ja, eh, keer... eh, mijn opa en oma woonden daar. En ook zuster van moeder. En woonden allemaal en, bij elkaar, en Mijn vader was, was er niet. En ik weet dat mijn elke. Week of elke twee weken kreeg mijn moeder een noodransoen omdat mijn vader in dienst was. En dan weet ik wel, dan kregen we wit brood. Nou, vandaag is wit brood het slechtste, zeggen yeah. ze. En toen er zat dan een, een ronds ding op. Er stond op melkbrood. Oh yeah. En dan kreeg je cornetbief, dat was eigenlijk een soort noodransoen. Dat was voor ons feest, voor, voor mijn moeder ook natuurlijk met vier kinderen. Dan hadden we weer wat eten. Ja, yeah, maar heb je ook honger gekend? Nee, misschien wel, maar dat kan ik me niet herinneren. Niet, niet bewust zo. Ik weet wel dat bij ons het Duitse lijntje was 50 meter bij ons achter het huis. En dan kwamen de Tommies er langs, de, de Engelsen ja. en de Canadezen met de trein. En dan vochten wij om een stuk chocolade op te rapen of te rapen. En dan gooiden zij allemaal uit die raam, Want er stonden honderden mensen de op te vangen. langs de lijn. Oh, en dan Chocolade, echt? Ja, ja, echt. En daar waar? stond ik dan eens. Als puter, ook, ja. kleuter? Ja, alright. maar ja, was al meer dan kleuter, denk ik toen. Hè? Ja, want was er toen ook een school voor jou? Toen je zo klein ik, was. Nee, ik, ben, ik kan me niet herinneren dat ik naar school geweest ben in de oorlogstijd. Nee. nee hè? En toen zeker niet de, voor kleuters. Misschien nee, nee. wel, ware school. Zes. Ja. Ik weet wel dat er bij ons in de, ja, 75 meter van ons huis aan een vliegtuig neergestort is en de piloot gevlucht is. En die, ik weet ook wat hij al die jaren ondergedoken ja. he? is, die heeft overleefd. Ook bij en dan wist je al als, als kindje ja, dan. Ja. En je kon goed je mond houden, dat wist je wel. Ja, dat daar zo de wel ingeslagen Ik ja. Maar ook, ook dat er bij ons zin... mensen met de parachute in het bos neergevallen waren. En bij ons, ik zal niet zeggen wie het was, een van de buren aan de Duitsers verhouden waar die twee Engelsen hingen. Die schoten ze in een boom dood. Zoals ah. ze in de parachute hingen. Ja, dat was een oorlog. Hè. Wat is nou het, uh, het heftigste wat je mee hebt gemaakt in jouw leven? Lekker, Monique, dankjewel. <laughs> Koffie. Ik hoor jou nou zo vertellen over je hebt zoveel heftige dingen gedaan in mijn ogen. Ja, maar ja, ik dat, heb ik heel... ook, ja dat heb ik ook. Ja, hè, je bent wel door en door gehard, maar dan zit toch ook ergens wel een, een stukje kwetsbaarheid in. Dat jou. zit er ook wel, maar ik denk dat ik dat uh, niet in nooit. Dat ik er zelf altijd gewoon mee klaar kom en ja. dat dat dan een plaatje krijgt. Ik ben niet oud, maar als je ouder wordt dan uh, heb je toch wel eens dat je emotioneler bent, yeah. Dat heb ik wel. Ook door ons werk. Als jij uh, praktijk hebt, dan heb je een vertrouwensfunctie. Dus de mensen vertellen ook alles tegen yeah. yeah. Die praktijk, hè, waar je vertelt, wat, wat doe jij precies in jouw praktijk? We doen eigenlijk alles wat iets met gezondheid te maken heeft, van voetreflex. Uh, mijn vrouw doet Shenlieder bij de beide Chinese geneeswijze. Okay. En we doen hotstone en we doen uh, guaxia, en oh, we doen ja. de Doorn-methode. En ik kan wel doorgaan. En ja. ik doe magnetiseren. Ja, want te magnetiseren. Ik, hoe goed dat, ik ben een zoon van het Limsboer. Nou, het Limsburg is wijd in zuid bekend. Ach. Ja, ben jij daar een zoon van? Rinischke van Beers, ja. Dat, is mijn vader. dat was vroeger, hè? Ja. Liems, het iedereen Liefsburke. ging naar Limsboer, hè? En ik doe eigenlijk hetzelfde, alleen uh, in mijn vaderstijd. Heb jij dat geleerd van jouw vader? Dat wordt altijd gezegd, maar nee. Dat is heel gek. Want jouw vader was dan niet dat hij kon, meer kon overlezen en zo. Ja, die dingen? Dat kan ik ook allemaal. Ja, ik ook weer helemaal enthousiast, want waarom was jouw vader zo bekend? Omdat want iedereen te... ging naar Limsboer, hè? Iedereen ging het liefst ja. omdat mijn vader mensen kon helpen. Mensen met eczeem, eh, eh, mensen, ja, noem maar op, alle kwaaltjes. En dat is soort magnetiseren? Dat, is, dat, dat heet dan magnetiseren. En vroeger, vroeger hadden ze ja. daar een hele, ja, geen hele leuke naam, maar ze zei ook oh, een kwakzalver zijn. Ja. Mijn vader was ook gediplomeerd, dus hij had meer dan 200 zoveel mensen moeten helpen met resultaat, want er werd gecontroleerd. Hij was bij een bond van NWP-genezers, dus daar was hij ook heel trots op. Want dan weet je ook altijd, nou ik ben gediplomeerd, weet je. Ja, maar dat mag ook, hè? Dan ja. mag je ook trots op zijn. Maar ja, die en die deed ook wel mensen als de politie iemand zocht, <coughs> dan kon mijn vader hem wel beschrijven, of als iemand zich van kant gemaakt had. Dus hij was ook een beetje paardenomaal Dan of zo. zei hij daar moet je dreigen. Ja, dat deed hij allemaal. Kun, kun jij dat ook? Ik kan de meeste dingen wel. Ja. Maar mijn vader die ging er meestal wel een stap verder in en dan moet je ook zo tellen. Dat was een veel andere tijd. Vandaag gaat iemand achter de computer zitten en ik kan jou al bijna vertellen wat hij hem keert, denkt hij dan. Dus uh, de aanloop voor magnetiseren is niet zo intens als toen mijn vader het deed. Mensen zijn wijzer, of in ieder geval meer belezen. En, uh, je kunt alles opzoeken. En, ja, en overal en, kun en we je voor terecht. En we staan voor het zover van de natuur af dat mensen ook heel moeilijk het ermee hebben om iets te geloven of zich daarover te durven geven. Je, je zou zeggen dat het is toegenomen, maar dat geloof ik niet altijd. Nou, ik denk om je eigen kwetsbaar op te stellen. Ja. Bij iemand, een therapeut ja, of ja. Ja. He, dat stukje. Mensen ja, willen ja, wel, ja. Oh, we gaan gezond eten, we gaan ja, de natuur ja, ja. in, en we moeten armen, we moeten dit, mm -hmm. we moeten van ja, alles. Ja. En ik doe yoga, maar dan denk ik: oké, okay, maar ja. met open hart ja. door ja. het leven gaan, dat, dat, dat mis je ja. zoveel. Ja, er zijn wel mensen natuurlijk die dat ook wel willen. Tuurlijk, maar, ja. maar ja. dan, mensen die hebben zo'n rolluiken ja. voor. En dan is het natuurlijk extra moeilijk. Je hebt mensen die rennen van hot naar haar en daar ja. en daar. Dan zeggen ze: dat heb ik gedaan, die ik niet. Dat heb ik gedaan, die hulp niet. Ja. Ja, je moet het wel ook even tijd geven. Ja. Het moet ook bezinken in jouw systeem gewoon. Ja. Ja. Dus... Frans, zijn er nog tips voor, voor ons mensen om gezond te blijven? Die zijn er wel, ja. Want ik zie hier zo een god van 77 ja. jaar zitten. Ja. Ja. <laughs> het, het is geen groot geheim. Ik denk dat je. Of dat denk, dat weet ik zeker. Je moet zorgen dat je zeker je 7 tot 8 uur slaap krijgt. Je moet geen alcohol drinken, wel veel water. Anderhalf, twee liter per dag. Ik heb ook wel eens gehoord dat het heel belangrijk is dat je bijvoorbeeld als je water drinkt, dat je bijvoorbeeld citroenwater drinkt. Voor de ontzuring van het lijf ook weer. Dat kun je op een andere manier, hè? Ja, ja maar je kan het ook zo natuurlijk. Ja, ik heb hier een machine, dan kan ik, heb ik basiswater. Oh ja. Ja, dus dan kun je wel. instellen op de juiste dingen. Ja, je hebt ook van die magneetstaafjes, zeggen ze wel. Ja, ja, ja. ja, ik zit altijd met citroen. Ik dacht, ik krijg ook vitamine C binnen. Dus ik kan beter een apparaat kan kopen. Ja ja, ja, ja. Maar het helpt wel. Het wat helpt ik ik wel, doe. ja. Maar als je al niet nie, nie verkeerd eet, dan, dan ja, zit je al weer wel. met je, met je zuur. Hè? Ja. Dus uh, ja. ja. Beperk je koffie en thee. Twee tot drie kopjes per dag, niet te veel. En als het kan. Zo weinig mogelijk vlees- en melkproducten. Vlees snap ik wel, daar hoor ik wel meer. Maar melkproducten? Slijmwormend, ja, uh, ja ik, melk- en, en kaasproducten. Dus alles wat iets met melk te maken heeft, is bewezen door de jaren heen dat het niet goed is. Maar het is voor de commercie natuurlijk wel een, ja. uh, een goed product. Dat geldt ook voor vlees. Maar, de vitamine... maar ik gebruik het wel allemaal in moderatie. Dus ik pak wel eens af en toe een stukje vlees. En ik vind een toetje ook wel eens lekker, maar als ik het vandaag één eet, dan wordt het volgende week misschien mijn tweede. Ja, ja. En, en jij bedoelt ook bijvoorbeeld net zoals karnemelk en zo, want dan denk ik altijd dat me gezonder of kwark. Nee? Nee, nee? nee, ik raak het allemaal niet aan. Ik heb dat genoeg gedaan, maar doordat je veel in de boeken zit, neuzen en met gezondheid bezig bent, word je er steeds bedrevener in. Ja. Dus jij wat... eet meer aardappelen, groenten? Vrijwel nooit een aardappelen. Ik eet alleen, meestal eet ik gewoon rauwkost. Dus, uh, ik... En friet? Nee. Mayonaise? Nee. nee. Zout? Nee. nee als, ik mijn eigen, als ik een keer naar bijvoorbeeld in nu naar de jaarbeurs zou gaan met de jongens en er is niks anders voorhanden, dan doe ik me te goed ook aan een frietje. Maar normaal gesproken beperk ik hem zoveel mogelijk tot groente, Salade, groente en fruit. Dus bijvoorbeeld uh, de wortelpannetje op zettersmiddels... en dan uh, alles wat in de koelkast ligt van prei tot courgette tot uien. Fijn snijden, in de wachtpan gooien. En gaat dat niet vervelen op den duur? Want ik bedoel, nou zeg je dat, maar af en toe heb je toch wel zin, denk ja, maar... ik, in gebakken aardappelen of... zo. Ja, maar dat kan wel een keer. Maar zorg dan dat de aardappelen niet de bovenhand voeren, nee, nee. Hè? Vroeger hadden we tien aardappelen en, ja. en, en, en... Maar doe je dat ook natuurlijk voor de gezondheid? En ook voor de lijn? Of zeg je nee, die lijn is altijd oké? Okay, die of... lijn is oké, okay. daar zit, nooit geen, daar zit geen, geen verschil in nooit. Het blijft gewoon hetzelfde als je redelijk gezond eet. Maar wel voor je gezondheid. En oh, mensen die, 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 die heel hard werken zullen minder last hebben van het verkeerde eten. Maar er zijn heel veel mensen die eten verkeerd en ze doen er ook nog niks bij. Dus ze je kunt je, ja, of... je kunt je voorstellen als je een auto hebt en je doet hem elke dag tanken en je rijdt er niet mee... Ja. Dan moet het er ook ergens uit, dat geldt ook voor een lichaam. Dus als je iemand die, die zijn er niet veel mensen meer, maar die zware arbeid verrichten, die zullen minder last hebben van het verkeerde eten als mensen die niks doen en verkeerd eten. Hm. Want dan is vlees, vlees dat kan tot, ja, zeg maar 24, 46, 72 uur in je lichaam zitten voordat het is verteerd ja. is. Dus je kunt je voorstellen wat dat voor een rottingsproces in je ingewanden is, om het zo uit te drukken. Melkproducten, dan krijg je een aanslag aan de binnenkant van je darmen. Ingewanden. Ja, dat heb ik al eens dus. gelezen. En ja. daarom kan het darm bijvoorbeeld weer minder goed voedsel opnemen ja. door die slijmlaag. Je moet eigenlijk gewoon ja, ja. leven met de ruim erop een beetje. Ja. En, uh, Mijn oma zei: je ben dik geworden van het sunt. Ja. En, en uh, het Sunt om weg te gooien. Uh, ik heb daar een spreuk hangen. Uh, drie kwart van het eten. Nee, uh, als je eet, dan moet je één kwart van het eten opeten. En de rest. Als je het op zou eten, gaat naar de dokter. Die leeft ervan. Ja. Van dat jij te veel vreet en ja. te dik wordt en ongezond bent. En ongezond bent. Dus jij vindt eigenlijk ook dat we eigenlijk heel weinig moeten eten. Ja. Wel van alles, gevarieerd. Maar als jij daar een bord eten hebt, want ik heb ooit, ik heb niet eten, ik heb gevreten. Maar een bord eten heb, moet je er eigenlijk een kwart van afhalen. En, en, dat dan je bord, eet je op. en dat doe je op een klein bordje en de rest zet je weg. Eet je morgen maar op of voel je het maar weg? Want dat is Zo genoeg? Zo zou je eten. Ja. Maar waarom? Ja, maar dat is ook. Maar als je heel hard werkt, ja. heb je natuurlijk meer nodig. Maar dat heb ik straks he? ook weer gezegd, maar wie ja. werkt er nog hard? Ja. Wat ik elk jaar doe, twee keer, dat doe ik een leverreiniging en twee keer per jaar een darmreiniging. Met een klisma? Nee, dat doe ik zelf. Dus je kunt tegenwoordig dat allemaal zelf. Vroeger gingen ze naar zo'n iemand toe en die deed dan een klisma. Dat ja. gebeurt nog wel. Ja, maar het is tegenwoordig kun je ook zo'n kuur zelf bestellen. Ja. En dat kun je zelf doen. Ik ken zelfs iemand die zegt, als ik dat doe, zo'n reiniging, dan zeg, hoef ik een aantal weken daarna, tot maanden, geen leesbril op. Want ik kan zelfs helderder kijken dan mijn ogen. Klopt. Frans, en nou heb ik al zo'n hoop geleerd van jou. Nog niet de helft. Nog niet <laughs> de helft. Maar uh, wat is jouw toekomst? Mijn toekomst? Ja, heb je plannen? Ik wil nog heel veel dingen gaan doen, dus uh, ook, ook sportieve dingen. Dus ik wil uh, tochten gaan organiseren. Ik, ik ga hier met degene wat ik voor gestudeerd heb mee aan de gang. En ik, ik ga heel lang proberen en hopen dat ik geluk heb gezond te blijven. Ja, dat is, dat is het, allemaal vind ik het allemaal maar gezond. de rest jongen. is allemaal bijzaak. bijzaak. Iedereen gaat ergens aan dood, maar ik probeer de kwaliteit van mijn leven zo hoog mogelijk te houden. En ja. de lengte kan ik niet bepalen. Nee, dat kan niemand. Dat kan niemand, nee. Maar wel de kwaliteit. Ja. En ik denk dat dat het voornaamste is, en dat er ook een boodschap is naar alle mensen toe. Ja, want je hebt al veel mensen die zijn met de 50 jaar hebben ze al zoveel damage, zou ik zeggen, al zoveel aan hun lichaam genield en schade berokkend. Ja. En dan zeggen ze ja, maar dat, ja, die stellen maar uit. Maar ik zeg altijd tegen de mensen: ook begin er direct en, en wacht er niet mee. Want iets wat kapot is, dat kun je misschien wel eens stabiliseren. Maar om het helemaal te maken, dat zal niet altijd lukken. Nee, nee. Dus, nee ja Dat vind Goh. ik heel belangrijk gezondheid en met gezondheid gaat geluk ook met hand in hand want, hè het staat allemaal want iemand die niet die gezond ding, is ja. Ja. ja dus uh, ja. nog reisplan ja we willen ik weet nog niet wanneer maar een keertje naar Oeganda... om eens een, een safari gaan te doen en waar daar is daar ook groot wild in Uganda ja van gorillas tot oh, Je neemt het. alles zitten hè ja. Al, uh, er. Gevaar, het gevaarlijke wild leeft ja. daar ja. En ik heb nog een camper, dus we gaan ook heel dikwijls met de camper weg. Ik doe ook nog heel veel motorrijden. Dus als ik tijd heb, zit ik daar ook nog op. Twee tegelijk lukt niet. Nee. En ik ga zo maar door. We hebben heel veel plannen. Leuk. Plus, ja, ik vind eigenlijk zeven dagen in de week veel te weinig. Maar je moet s'nachts slapen. Anders zou je 24 uur per dag iets kunnen doen. Hè? Ja, 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 ja. Dus ja. ja. Leuk. Ja. Ik uh, ga stoppen met dit gesprek, want we hebben een geweldig gesprek achter de rug. Ik vond het heel mooi hoe ik uh, alles heb gehoord van jou, wat je allemaal ja. gedaan hebt. En ik vind jou een mooi mens. En ik wens jou heel veel geluk en heel veel gezondheid toe. Nou, en uh, ik jullie ook. Ik kom nog zeker een keer langs ja, dat voor al, al die tips. Doen. Dat moet ik eigenlijk doen. Dus dankjewel voor dit gesprek. Oké, okay, goed zo. Karena saya tidak mau.